Hoi, mijn naam is Romy en in deze video ga ik jullie meer vertellen over de zoektocht naar het perfecte bit voor jou en je paard. Want die zoektocht is soms niet heel erg makkelijk. Wat precies het perfecte bit is voor jouw paard hangt van meerdere factoren af. Een van die factoren is het materiaal waar het bit van is gemaakt. In deze video vertel ik je meer over de verschillende materialen waar een bit van gemaakt kan zijn en vertel ik jou de effecten die het kan hebben op jouw paard. Het meest bekende materiaal waar een bit van is gemaakt is RVS, oftewel roestvrij staal. Maar er zijn tegenwoordig veel meer materialen waar een bit van gemaakt kan zijn. Elk soort materiaal heeft zijn specifieke eigenschappen, maar ze hebben allemaal als doel dat jouw paard het bit fijn en ontspannen aanneemt, zodat je toe kan werken naar een fijne verbinding met jouw paard. Eén voor één neem ik de verschillende materialen even met je door. Als eerst vertel ik je meer over bitten van koper. Deze bitten bestaan uit koper en andere materialen, zoals aluminium, ijzer of zink. Bij dit materiaal ontstaat oxidatie, waardoor er een fijne geur en smaak voor het paard vrijkomt. Dit heeft als doel om de paarden smakelijk te maken in de mond en het zorgt ervoor dat er een fijn schuimlaagje vrijkomt. Bij de bitten van BR wordt dit Cooper Gun genoemd, bij Harris Horse heeft dit de naam Gold Brass en bij QAP Argentaren Gold. Dan gaan we door met de bitten met appelsmaak. En ja, deze bitten die ruiken en smaken, zoals de naam al zegt, naar appel. Deze bitten zijn ideaal voor paarden die andere materialen moeilijk accepteren, maar ook voor iedereen die het welzijn van zijn paard hoog in het vaandel heeft staan. De bitten stimuleren dat het paard gaat kauwen en werken ontspannend. De stof die gebruikt wordt om de bitten een aangename appelgeur en smaak te geven, worden ook gebruikt in de voedingsindustrie en zijn natuurlijk onschadelijk voor je paard. De kenmerkende appelgeur en smaak van dit bit blijft bewaard en slijt dus niet weg naarmate je het bit langer gebruikt. We gaan door met de Combo Comfort bitten van BR. Deze bitten worden gemaakt van uitzonderlijk zacht en flexibel kunststof in combinatie met roestvrij staal. De bitten zijn stabiel, maar toch zacht en vriendelijk voor de paardenmond. Deze bitten zijn speciaal ontworpen voor paarden die andere materialen lastig kunnen accepteren en daarnaast is kunststof het meest neutraal van smaak. Dan gaan we door met de Sweet Iron bitten. Deze bitten zijn gemaakt van massief roestvrij staal en hebben daarnaast de Sweet Iron coating op het mondstuk die de herkenbare blauwe kleur heeft. Als dit materiaal in aanraking komt met vocht, warmte en zuurstof zal het gaan oxideren, oftewel roesten. Bij dit proces komt er een zoete geur en smaak vrij die de meeste paarden heel erg fijn vinden en die zorgt ervoor dat paarden wat gaan schuimen en het bit wat makkelijker accepteren. De blauwe kleur zal na een tijdje verdwijnen, maar de specifieke Sweet Iron zoete smaak die zal blijven. Tot slot! Rubber. Rubber ligt zacht in de mond, waardoor veel paarden het makkelijk accepteren. Paarden met een gevoelige mond durven een rubberen bit vaak makkelijker te accepteren dan een ander materiaalsoort als roestvrij staal. Wat een nadeel van rubber kan zijn en waar je eventjes rekening mee moet houden als jouw paard een rubberen bit heeft, is dat het wat kan gaan schuren als je paard te weinig speeksel aanmaakt. Dus hou dat even in de gaten. In deze video heb ik je meer verteld over de verschillende materialen waar de meeste bitten van gemaakt zijn. Wil je meer weten over bitten van bijvoorbeeld Sprenger of Trust? Kijk dan even de video's die daarover gaan. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over een bepaald bit? Neem dan zeker even contact met ons op, want wij helpen je graag verder aan het perfecte bit voor jouw paard.